komt er weer een schuimtje. Dingen die ik wilde zijn er niet. Voor je pot, Tito. Ik heb hem echt de hele nacht opgeladen. Dit plankje. Nee, het is wel een prima temperatuur om te proeven. Het ziet er niet uit als ik het zo doe. Ik ben bij de IKEA naar wijnglazen aan het kijken en deze vind ik op zich wel mooi. Maar voor nu is dit dus te duur, want we hebben niet zoveel geld meer over. Dat is eigenlijk het enige betaalbare wat ze hebben. Deze vind ik ook niet mooi. Ik denk dat het voor nu action wordt. Deze zijn echt prachtig, maar hoe duur als er eentje kapot valt ook. Zo, heel mooi, maar heel duur. Helaas, dus dat wordt hem niet doen. Loop, 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 loop. Vandaag is er even zo'n dag. Ik word echt zo met een seconde chagrijniger. Alles zit tegen. Eerst ga je naar de IKEA en dan zijn bepaalde dingen die je wilde halen er niet. Terwijl alles op zijn zicht erbij en dan moet ik dus weer daarheen binnenkort als het er wel is. Bij de macro zijn de glazen er niet die we wilden halen. Ik weet niet eens meer, maar allemaal van die dingetjes. En dat je denkt, oh, ik kan alles wat ik wilde doen vandaag niet afstrepen. Dan hoor ik net van Mel dat de muur super lelijk is. Die ik gisteren heb geverfd. Dat er vlekken op de vloer zitten, terwijl ik het heel goed heb gecheckt, weet je wel. En dat soort stomme dingen. Dat de muur helemaal opnieuw moet. Maar ik zei ook, ja, dan wordt het precies hetzelfde. Dus nu ga ik het zo scheuren. En dan gaat Bart het gelukkig morgen verven. Ik vond het verven best wel leuk. Maar ik denk wel, ja. Kijk, de eerste laag, oké. Maar de tweede laag heb ik het echt nog beter gedaan. En ging het best wel goed. Dus ik zou niet weten wat er dan, als we alles opnieuw doen, waarom het dan ineens wel mooi gaat worden. Ja, dit is gewoon niet mijn ding. Dus ik vond het oprecht leuk om te doen. En als het niet mooi wordt, is het niet, ook niet leuk om het te doen. Hi, trouwens. Morgen even lekker weekend. Hallo, vandaag heb ik lekker weekend en komen er gezellig vriendinnen langs, want dat is ook belangrijk. Maar ik ga dan meteen even daar gebruik van maken, want ze houden van taart en zo. Dus ik ga een carrot cake maken. Ik heb dus al gesprekken gehad met bakkers in de Dorpstraat. Dus voor nu ga ik proberen om de vegan dingen over te laten aan de pros. En wat ik dan zelf gebakken wordt wel niet vegan, want dat maakt mezelf gewoon wat makkelijker. Dus ik ga gewoon een niet vegan carrot cake bakken. Met heel veel verschillende ingrediënten. Dit zijn de ingrediënten. Behalve dat het eigenlijk volkorenbloem moet zijn. Maar ik zag dat niet. En donkerbassersuiker. Maar ik gebruik gewoon licht. Want die heb ik nog staan. En dan het eigenlijk best heel weinig als je het zo ziet. Ik ben echt heel benieuwd. En dan voor de topping moet ik dan nog wel andere dingen hebben. Volgens mij gaat deze echt super goed lukken. Tot nu toe ziet het er allemaal echt top uit. Het enige wat niet goed gaat is dat dit niet stijf wordt. Hij dit met bakpoeder. Dus ik denk dat ik te veel bakpoeder erin heb gedaan. De rest gaat alles echt heel goed. Dit willen we hebben. En dit moet ik er nu doorheen kloppen. Ik bedoel, niet kloppen, juist maar met de hand er doorheen. Noem je dat? Ik weet even niet hoe je dat noemt. Dit moet ik er nu zo doorheen doen. Nu wordt het veel dunner. En het beslag is klaar. Ik vind het zo spannend dat tot nu toe niks echt goed gaat. Maar ik denk deze wel. Spannend. Er zit in ieder geval super veel toe in. Oké, daar gaat hij. Hij is klaar en hij ziet er heel goed uit. Dus ik heb het idee dat er eindelijk iets gelukt is. Maar de frosting moet ook nog gemaakt. Hij is helemaal afgekoeld. Ik vind het heel spannend. Oké, dus we moeten het zelfs wel mogen. Het ziet er ik wel goed uit. Ik ga een account maken en dan ga ik reageren. De smaak is echt top. Maar ik vind het dus weer zo cakeachtig. En ik wil het wat meer moister hebben. En ik vind dat de wortelstukjes, de schuurtjes te lang zijn. Dus zo makkelijk is het niet hoor, gewoon een recept volgen. Lijkt alsof ik hier zo'n eenhoorn heb. We gaan bananenbrood maken. En dit zijn de ingredients, onder andere dadels, yeah, zorgt ervoor dat het fluffy wordt. Nu krijg ik fluffy banana bread. Oeh, nu slapen, laat afkoelen, maar ik ben benieuwd.
Ik ben heel benieuwd of je fluffy blijft, want het zit dus echt een fluffy ingrediënt erin. En nu is het truc om het niet te laten indrukken. Maar het is nu 11 uur, dus ik ga naar bed. Ik denk dat hij voor de zaak misschien iets te gezond is. Het smaakt echt gewoon naar, letterlijk naar bananenbrood. Maar je wilt toch iets meer dat cake effect. Hij is wel heel, niet echt fluffy, maar wel heel bouncy, zeg maar. Ik vind hem heel lekker als ontbijt, maar ik vind het niet echt een gebakje of zo. Hallo, het is woensdag. Ik ben al heel erg lang wakker, want in ons huis worden de kozijnen gedaan. Dus de hele week 7 uur op. Maar wel lekker productief. 9:30 worden de laatste spullen voor de keuken bezorgd. Die Mel heeft besteld bij Hore Plaza, geloof ik. Dus we krijgen koedingen en de vaatwasser van alles. De loodgieters zijn van de week geweest. De boiler, daar zijn ze mee bezig. Dus ik ga er nu ook heen, dat is wel even leuk om te zien. Dan heb ik mijn hele auto volgezet met al het servies wat ik de afgelopen maanden heb gekocht en in mijn kantoor heb gezet. Dus heel voorzichtig rijden. Dan rijd ik de Dorpsstraat in en als de koelingen en zo binnen staan, dan kan ik het servies binnenzetten. Dan hebben we een afspraak met de man van onze opslag, want vandaag krijgen we de sleutel van onze opslag. Dus dat is superleuk. En dan gaan we daarna nog even meeten en alles, want we willen misschien over 2 weken al open. Dus het gaat super snel. Oh, ze zijn er al. Ben ik eens een keer op tijd? Voel ik je? Even. Ja, al het servies moet dus zeg maar hier gaan komen. Dus even kijken hoe en wat. En we hebben hier de koelingen die aan de achterkant komen. En de vaatwasser. Dishwasher. Ja, het wordt nog even een dingetje om het voor zaterdag netjes te gaan krijgen. Maar dat gaat ons wel lukken. Oké, we hebben de set van de opslag. Super chill. We moeten nog even wat dingetjes halen om het helemaal af te maken. Maar we hebben het, dus dat is fijn. Voor nu staat alles hier nog. Mel is nu weg en ik probeer... Ja, ik wil een beetje het netjes maken hier. Maar eigenlijk heeft het geen zin, want elke keer zijn we het allebei super netjes aan het maken. Maar het wordt steeds weer zo'n zooi. Het is niet te doen, joh. Kijk dan. Echt niet te doen om het hier netjes te krijgen. De koeling is vol. Ja, dit moet allemaal nog aangesloten worden, dus daar kunnen we nog niks mee. Het moet allemaal naar de opslag. Dus ja, ik wil gewoon weer niet dan 1 dag van tevoren hier de hele dag zo keihard moeten werken om het netjes te krijgen voor zaterdag. Maar ik ben bang dat dat wel weer het geval is. Ik wou het wat eerder doen dit keer, maar het is gewoon lastig nu. Ik ben heel blij dat de meubels morgen niet komen en dat het weer verplaatst kan worden. Want dat had echt nooit gekund. Alles staat prachtig, maar ik hoor net dat de plaat van afzuigkap nog geplaatst wordt voor zaterdag. Dus ik moet alles weer verplaatsen. Nou, nu moet het wel lukken, lijkt me. Oké, ze moeten dus kitten en die plaat doen, dus moest erbij kunnen. Dus ik heb voor niks alles leuk uitgesteld. Maar ja, het moet toch allemaal nog in de vaatwasser. En ik vond het vooral chill dat alle dozen nu weg zijn. Mijn auto ligt helemaal vol met dozen. Ja, het kan ook niet op de grond, want hier wordt alle apparatuur dan neergezet. Dus ik denk dat dit voor nu het beste is. Kunnen ze het er makkelijk aftillen. Alright, ik ga naar huis, want het behang wordt bezorgd. Oké, nu even alles weggooien. Ja, bananenbrood is trouwens geweldig. Ik had dus een stuk als ontbijt, want ik net weer een stuk. Het is gewoon het enige wat we nu hebben gegeten vandaag. Het is bijna 2 uur. Het is alleen, het ziet er niet super lekker uit. Ik heb nu echt een hele homp mee hoor, maar... Het is zo lekker, maar wel ook goed gedaan. Het is een soort... Het is echt healthy banana bread. En echt als breakfast of lunch, zeg maar. Het is niet een gebakje, maar echt als... Snap je? Ik vind hem zo ontzettend lekker. Hij is heel erg... Het ziet er gewoon niet lekker uit, maar hij is heel lekker echt bouncy. Heel stevig. Ik weet niet, je moet het echt ervaren. Niet fluffy, maar wel heel zacht en lekker. En het is gewoon echt super lekker. Ook met die blauwe bessen erin. Ja, een soort van... Broodachtig. Maar dit is zo chill voor on the go. Dit zou top zijn als mensen on the go een koffietje komen kopen. En dan even snel iets willen eten. Het is, kijk maar, ook als je het ziet, het is een soort van brood. Er zitten dus alleen maar gezonde ingrediënten in eigenlijk. Dit is gewoon top. Die hou ik er echt in. Dit papier weggooien. Oké, ik ben weer in de zaak. En Mel heeft zoveel dingen gedaan dat ik dacht, laat ik die opslag even fixen. Dus ik heb zijde gekocht en dit om mee vast te zetten. En een slot. En dan ga ik de opslag even ready maken. En dan rijd ik meteen met deze kar erheen. Dan kan ik meteen die spullen zetten. En dan rijd ik straks nog een keer erheen met al deze spullen. Dus allemaal servies wat we nu niet nodig hebben.
En dan kijk ik even of ik nog andere dingen ook naar de opslag kan brengen. Want het is hier zo vol nu, dus echt niet te doen. Oké, onze opslag. Ik ga het nu even ready maken. Dit staat er vast. We hebben lekker heel erg veel ruimte. Dus dat is super fijn. Oké, ik ga nu met de tweede kar erheen. Maar ik heb ondertussen van Cake That Cake, een vrouw hier heel dichtbij, echt onze buurvrouw bijna, die dus alleen maar taart verkoopt en hele lekkere bittergarnituur, die we ook willen gaan serveren, want die hebben we laatst geproefd. Heb ik dat gefilmd? Ik denk het niet. Ze heeft dus speciaal op verzoek van mij mini cheesecakejes gemaakt, want ik gaf aan dat voor de zoete plank een klein cheesecakeje echt perfect zou zijn. En wat ik eerder al zei, zelf maken is leuk, maar het gaat veel tijd kosten, dus dan maar minder marge op de zoete plank. Dan maar inkopen van anderen, maar dan het liefst wel gewoon echt van buren en lekker vers. En als je een buurvrouw hebt met een taartenwinkel, ja, waarom zou je ze dan voor nu in ieder geval zelf gaan maken? Ik vind het heel leuk om het zelf te maken, maar dan is het hier op geen verplichting. En waarschijnlijk is het heel erg lekker. We hebben dus een cheesecakeje met cream cheese erop. Met Oreo en aardbeidjes. Dan hebben we een eentje met stroopwafel en cheesecake, ook stroopwafel op de bodem. En hier nog met chocolate chip cookie. En als het goed is, zit overal op de bodem ook dat koekje. Ze heeft dus speciaal voor mij minietjes gemaakt. Die lagen nu dus ook in een vitrine. Superleuk. En die zijn dus echt speciaal voor ons. En dat vind ik ook wel heel erg leuk eraan. Dus ook het maatje speciaal voor ons. Ik zei al, van mij moet een cheesecake echt een baked cheesecake zijn. Ik vind no bake echt niet lekker. Dus dit is een cheesecake die in de oven is geweest. Daar ben ik gek op. Ik maakte dit vroeger ook altijd zelf. En ik zou het heel graag zelf kunnen maken, maar tijd. Ik ga even een stukje eraf snijden hoor, want anders groei ik dicht. Lekker. Oh, dit is wel heel leuk. Perfect. Dit is zo lekker. Oh my god. Ik had niet verwacht dat het precies zo zou zijn als ik ze vroeger maakte. Met die echte cheesecake baked smaak. Dit is top. Ja, dit wordt hem. Dit is ideaal joh. 5 seconden lopen en je kan het vers ophalen. Oh my god, geweldig. Ik moet de andere ook nog proeven. En Mel ook, maar dit is super lekker. Dus nu natuurlijk nog wel benieuwd naar de prijs. Want het is niet dat we er verlies op moeten gaan maken. Omdat de plank hierdoor super duur moet worden. Dus ik ben benieuwd wat ze ervoor vraagt. Ik denk dat het wel meevalt omdat het kleintjes zijn. Maar goed, het is hier nog steeds een megazooi. Ja, megazooitje. Maar ik ga dan nu nog 1 keer met een winkelkar richting de opslag. Om daar van alles te zetten. En dan Mel blij maken en alle mannen die morgen komen, zodat het hier een stukje leger is. Ja, ja, het moment is aangebroken dat ik eindelijk de soap heb geproefd met bakken. Dat ik 3 dingen heb die we voor zaterdag op de kaart hebben staan voor oldtimerdag. Millionaire shortbread, caramel shortbread, carrot cake en bananenbrood. En de millionaire shortbread. Koek is gebakken, karamel is nu hard aan het worden en dan gaat de chocolade eroverheen. Bananenbrood, zo kan je al horen, is aan het maken. En de carrot cake moet ik nog maken. En ik maak het nu donderdagavond voor zaterdag. Nu even deze rakker smelten voor de shortbread. En hier gaat de bananenbrood in met blauwe bessen. Dat is super lekker vorige keer. Hij is echt mega dik en sticky. Echt super stevig. Ik moet nog even goed roeren, want die mixer die pakt niet alles. Ze zien er echt super lelijk uit door dat spelbel en die blauwe bessen, bijna grijs. Godver, geen schoonheidsprijs, maar zo lekker, gezond. Ik ga ze in de oven doen. Meteen 2, meteen getest, het is om meer te maken. Nou, prima te doen. Oh my god, dit ziet er echt mega goed uit. Oké, het is ingepakt, bananenbrood is echt zo goed weer. Niet normaal, het is echt, ja, je ziet het niet, maar je zou het moeten voelen. Het is zo bouncy en stevig en echt helemaal top, heel blij mee. Zo, we zien er weer lekker uitgereid. Ik ben moe deze week. Het is al 11:30. Oh, de macro komt nu. Ik ben al sinds 8 uur op stap. Allerlei dingen aan het doen. Mel en ik hebben net mijn hele auto volgeladen. En alle kluszooi hierin gelegd. En in de opslag getild. Pam is er nu van Mama Brilkoffie. Die heeft ons een leenapparaat gegeven. Ik ga het jullie allemaal nog vertellen. Nou, ik vertel het trouwens wel nu. We hadden een apparaat van de IJsselon gekocht. Van Suliani's. Met een bodemmaler erbij voor een chill bedrag. Maar de reparatiekosten bleken net zoveel te zijn als het apparaat zelf. En dat wisten we niet. En we konden hem helaas niet aan hem teruggeven. Dus nu moeten we die gaan verkopen. En nu hebben we geld bij elkaar weten te sprokkelen. Voor toch een apparaat bij, waar we waren bij Sanremo. Een heel mooi apparaat. Maar die wordt pas, weten we niet precies wanneer geleverd. Vanaf juni. Maar we willen dus
We hebben ook een openingsdatum, dat moet ik ook nog vertellen. Ik vertel het straks, want ik moet nu rijden. Maar goed, die was niet op tijd geleverd. Dus nu hebben we voor €250 een leenapparaat van Man met Bril Koffie gekregen. Precies hetzelfde apparaat. Die heeft Pam net gebracht, aangesloten. Ze heeft ook onze eerste koffielevering net gebracht. Ze gaat ons nu vertellen hoe het moet. Morgen is oldtimerdag. Iemand komt met een Charlotte. Die was vroeger zo relaxed en nu zo gestrest. Ja, hallo. Ik vind het super leuk hoor trouwens. Maar het is druk. Niet normaal. Wat reken je voor? Wat reken je voor die... Ik vind het gewoon vanmorgen spannend, want en de kaasplank komt erbij, en de frituur komt erbij, en het gebak komt erbij. We hebben heel veel nieuws in één keer. En dat is wel pittig, denk ik. Ik vind het wel spannend vanmorgen. Oh my god, ik heb een perfecte vlogplek gevonden hier op het koffieapparaat. De macro komt er nu aan. Ik ben de glazen even aan het spoelen, want de vaatwasser doet het niet. We hebben al een glazen spoeler, maar die is eigenlijk voor het bier. Kijk. Nu even zonder sop nog hoor, maar later moet alles sowieso nog in de vaatwasser. Als het goed wordt het vandaag gemaakt. Dit koffieapparaat krijgen we dus. Alleen deze is niet van ons. Maar deze is dus... Oh, Mel, bel me nu. Hallo. Ja, hallo. Ik sta bij de slager. Wil je hier iets? Gadver, nee. Hey, nou, hebben ze broodjes? Jongen, je weet zelf niet eens wat je wil. Wat? Je weet zelf gewoon niet wat je wil. Nee, dat klopt ook. Nee, ik wil niks van de slager. De macro komt eraan. Oké, goed bezig. Fijn leven. Fijn leven, dag. Zo leuk. Ik zeg altijd fijn leven en Mel zegt nu ook fijn leven. Oh, we moeten van elk servies trouwens de stickers gaan afkrabben. Ik hoop dat in de vaat een beetje los weet. Maar je wil ook weer niet je vaat wat soort mollen. Wat wel heel chill is, we hebben natuurlijk... Er wordt een serviesrek, gaat de man van Candy Break. Kost wel geld, maar dat willen we heel graag. Hier krijgen we dat. Maar dat duurt nog een maand of zo. Dus voor open hebben we dat niet, dus we moeten... Meneer bedenken om ons servies te gaan stallen. Maar één voordeel. Hier kunnen de koffiekoppen staan. Dus dat scheelt al enorm. En deze zijn ook nog stapelbaar. Kunnen ze er dan afvallen? Nee. Oh, dat is... Dit is top. En we vinden het ook heel spannend. Ik vind het super spannend. Ik moet zeggen, ik ben best wel faalangstig. Dus als je... Ik heb dat eigenlijk al mijn hele leven. Ik had het al kunnen weten. Als ik dus iets moet doen wat ik niet kan voorbereiden. No worries. Dus die twee dagen dat we open zijn geweest. Nu een beetje aanklooien. Echt, ik vind het geweldig. Maar morgen met een kaart... Met een frituur, met een kaasplank, met een koffieapparaat waarin je moet presteren. Dat maakt me heel erg zenuwachtig. Vind ik echt spannend. En dat ik ook denk, is niet te veel in één keer. Want we moeten ineens met de bonenmaler gaan werken en koffie maken met het apparaat. Mel gaat cocktails. Heel komt weer helpen. Maar spannend hoor. Ik vind het echt... Ik vind het wel heel spannend. Oké, even doorracen. We gaan nu... We zijn al heel lang op zoek naar leuk zwart en goud bestek. We hebben gewoon klein bestek nodig. Geen groot bestek en mesjes en zo. Het is gewoon niet te vinden. En nu hadden we op Facebook iemand die het heel kort heeft gebruikt en het verkoopt. Maar ze vraagt er zoveel geld voor dat we het eigenlijk niet willen. Maar ik heb ook iets van... Mel ook van ja, we hebben het nu gewoon nodig. En we kunnen het ook niet echt vinden in de winkels of zo. Dus laten we het maar kopen. Dus eventjes €300 is. Maar goed... We hebben wel vorkjes, lepels en mesjes. Veel geld hoor. Maar oké, okay, let's do it. Dat is het enige wat we nog nodig hebben. En witte wijnglazen. En dan hebben we eigenlijk alles. En de vaatwasser doet het niet. En de ijsblokjesmachine doet het niet. En het is allemaal... En het regent en het stormt. Het is bizar hoeveel werk het is om steeds alles voor te bereiden. Ik ben mijn taarten kwijt trouwens. Ik had ze in de auto gelegd, dacht ik. Maar ik kan ze nergens vinden. Ik begrijp er helemaal niks van. Chaos, Mel en ik zijn allebei moe. Dus dan zeggen mensen iets en denken we... Oh my god, we onthouden het niet. We onthouden het niet, weet je wel. Maar... Vanavond gaf echt op tijd naar bed. Heerlijk dit. Oh, waar? Niet vloggen en rijden tegelijk. Oh jongens. Ik ben helemaal doorweekt. Het is al bijna 4:30. Ik ben de hele dag alleen maar in winkels. My god. Ik ben helemaal klaar met al die winkels. Zo balen dat je niet meer de dorpsstraat in kan rijden na 11. Oh my god, ik ben helemaal nat. Kijk, mijn auto ligt weer helemaal vol. Maar ik ga het er nu niet allemaal uit doen hoor. Oké, we moeten even de taart proeven. Oh, we gaan vork. Ja, we hebben een vorkje. Ja, maar we moeten het proeven. Ja, ik ook niet. Oké. Okay. Ze heeft nog een limoncello gehad. Zo, ik zie echt de alcohol. Dat ga jij heel lekker vinden. Zo. Oh mijn god, het is maar naar ijs. Naar ijs? Wil iemand proeven? Ik heb er niet met mijn speeksel aan gezet. Ik heb één hapje genomen. Wil je? Ja, ik wil naar water maar doen. En citroen. Oh, het lijkt melon cello. Het lijkt op
Cantaloupe. Ja, het lijkt op meloen. Oh, het is denk ik geen lem. Oh, lemon. Ze bedoelt melon. Gaat het naar meloen? Ja. Zo, kapot lekker. Ja. Oh, ik denk dat het meloen is met limoncello. Zo, dit is super lekker. Oké, het is 10:30. Ik ben helemaal kapot van mijn haar. Het is echt helemaal krullig van de regen. Ik weet niet of het te zien is, maar het is super netjes. We waren, hoe heet het? Mel en ik waren rond eten tijd gestopt, maar moest echt even door, want ik vind het zo vervelend als je hier dus komt op zo'n feestdag. En, oh kijk trouwens hoe cool. En je moet nog, ik kan gewoon niet starten. En nu is het eigenlijk zo netjes dat we kunnen starten. Kijk, hoe goals jongens. Vet, moet nog even gespiegeld worden. Maar echt, goals. Dit wordt eigenlijk de etenskoelkast. Als je dit ziet, denk je, oh my god, dit moet echt een drankkoelkast zijn, want het ziet er zo mooi uit. En hier kunnen gasten het helemaal niet zien. Maar ja, dit is de drankkant en dit de etenskant, dus het is nou eenmaal zo. Nou, het koffieapparaat is echt prachtig. Kijk hoe geweldig het eruit ziet. Alles staat klaar. Oh, dit moet nog weg. Ja, hier staat allemaal sterke drank op voorraad. De bonenmaler past helaas niet hier, dus die staat hier. Ik heb alle glazen hebben we met z'n drie eigenlijk omgespoeld. Ik heb ze hier allemaal neergezet. Dit is alleen nog niet zo handig voor de cocktails eigenlijk. Maar de tap staat er, de bekers, de bierveeltjes. Hier kunnen we het opzetten, de sterke drank. Hier kan de koffie die gemaakt wordt worden opgezet. Dan hebben we hier melk, roerstokjes, honing, suiker, koekjes. Hier staan nu alle kratten om bij te vullen. En dit is dus gewoon nog een zooi. Terwijl we al heel veel hebben weggehaald. En dit is ook nog zooi. En dit ook. En dit hebben we in het midden gezet. Want het RH-pakket komt morgen plinten doen. Dus die moet rondom. Dus dan kan in ieder geval daar vast bij. Dit is de kar van de maatraf van vandaag. Die moet naar de opslag. Hier is weer de bar van Room. Dit is een kleine dit keer. Dit oude papier moet ik nog weggooien. En dan, nou ja, als je dus... Hier zie je het troep. Maar als je hier naartoe loopt, vind ik dat het echt super netjes is. Wat een verschil, dus ik ben daar heel erg blij mee. En heel leuk trouwens, we hebben nu ook een kassa. Dit is de meterkassa, dus dit is een uitklapbare plank op een paal. Dus moeten we er echt bij, dan moeten we snel de kassa weghalen en dan kunnen we bij de meterkast. Maar oké, morgen moet het nog worden geïnstalleerd. En nu ga ik lekker naar huis. Ik heb niks geoefend. Maar de taart ligt in de koelkast en ja, moet morgen maar. Oké, doei! Hey. Twee flesjes PVC reiniger meegenomen. Oh ja, top. Mee onderhouden. Toppie. Ja, inderdaad. Thanks. Lintjes zitten erop hoor jongens. Netjes hoor, zwart. Mooi hè? Ja, is heel chic. En hoekjes ook gelukt. Ja. Top. Daarnaast? Ja, dat is wel een beetje raar. Ja, waar dan is dit? Is ook raar. Ja, dat was de reden waarom de schattertjes moesten komen. Ja, misschien blijft het ook niet liggen. Nee, maar dan kan je het niet ervoor naast leggen. Ja, dit is echt gewoon niet echt zo raar. Oké, de theekaarten. Gaan vast naar tafel toe. Zo, dit ziet er echt nice uit, moet ik zeggen. De eerste bitterballen van ons leven. Yes, oké, mail deze kan. Zal ik hem brengen? Ja. Oeh, lekker. Lekker bezig. Lekker? Ja. Nou. Je mag niet ruiken. De lekkerste borrelplank die ik ooit heb gehad. Kom allemaal naar 45. Dit is een kaasplank. Kaasplank. Goedemorgen. Ik heb 4-5 uur geslapen. Net. 4 uur denk ik. Zo, gisteren. Ik heb volgens mij ook bijna niks gevlogd, alleen maar wat eten, dingetjes. Het was pittig. Het was qua omzet helemaal niet veel. Een beetje zoals Stekkeldag, echt een tiende van Koningsdag. Maar qua drukte, ik weet niet wat het was. We waren dus met mijn vriend, eigenlijk met z'n drieën stonden we. En het was, ik vond het best wel pittig. Ik was ook moe. En dat zal er ook wel mee te maken hebben. Mel ook moe. Maar wat ik moeilijk vind, straks sta ik natuurlijk in de keuken. En ik heb gezegd van eten brengen zou ik het liefst zelf doen. Maar in feite gaat of Mel de bestelling opnemen of we nemen personeel erbij. We zijn er wel over uit dat we eigenlijk een derde persoon nodig hebben. En nu waren we dus met z'n drieën. Maar het is dan zo chaos. Want dan of ik ben niks aan het doen, want er is in de keuken even niks te doen.
En dan zie ik dat Mel ineens superveel bestellingen moet opnemen. Maar als ik dan ook die bestellingen ga opnemen, dan loop ik net naar een tafel waar Mel ook net geweest is. Of bonnetjes gaan door elkaar heen lopen. Of ik heb tafel 2 en zij heeft ook tafel 2. En je schrijft op een andere manier op een bon. En echt, nou ja, ik ben zo blij dat we nu dus oefenen op deze manier. Want Mel heeft natuurlijk wel die ervaring, ik niet. Maar ik vind het ook best wel lastig om heel veel taken door elkaar heen te doen, merk ik. Ik weet van mezelf ook al die taken door elkaar heen. Ik heb wel duidelijkheid nodig van oké, ik doe dit en dit. Ik kan best wel meerdere dingen tegelijk, dat wel, maar dit is dan wel heel lastig. Dus we kennen, ja, je moet echt je taken nog gaan kennen en dat soort dingen. Ik moet even heel snel wachten, ik spreek jullie zo. Nou ja, er kwamen nu natuurlijk allemaal taken bij. We hadden nu bijvoorbeeld servies wat afgespoeld moest worden en we hadden nu eten. Wat ik dan maak en er werd bijna geen eten besteld. Bitterballen gingen wel op zich hard. 1 kaasplank is er maar besteld en 2 carrot cake, 1 caramel shortbread, geen bananenbrood, 1 zuurgebakje, echt bizar. Maar ik ga daar nog niet stressen of zo van, oh nee, mensen willen het niet. Het was een evenement, want mensen willen zuipen en lekker vette broodjes halen, gewoon lekker gyros bij de Griek. Het was gewoon iets goede evenementen voor, maar ja, dat ik taarten wilde ik sowieso natuurlijk maken. En je moet het ook gewoon testen, dus daarna heb ik 18 Too Good To Go boxen verkocht. Daar verdien je echt helemaal niks aan hoor, aan Too Good To Go. Aan Too Good To Go verdien je echt helemaal niks hoor, maar het is wel gewoon heel goed om daarmee te werken. Ik kreeg alleen een super lage ranking. Ik kreeg echt een 2,8 of zo. En dan wil ik weten waarom, want het is natuurlijk horecaprijzen, dus ja, ik heb er dan 4 gebakjes in gedaan. En dat is dan wel een goede waarde. Of waarde 15 euro, maar ik weet het niet. In ieder geval, heel druk was het, heel veel. Nu ging ik net naar de Dirk, want daar zouden vandaag om 8 uur 1 meter borrelplanken zijn. Ik denk, nou, die ga ik kopen. Superleuk. Waren ze er niet? Werd ik getipt door personeel? Is het er niet? Vind ik wel balen. En nu ben ik onderweg naar de behanger. Want vorige week was het behang niet goed. En nu, als het goed is wel. En hij gaat dus waarschijnlijk 2 wanden behangen in de wc's. Maar we twijfelen nog of 2 wanden niet te veel is. In ieder geval druk. Morgen moet ik echt een dagje rust pakken. Het was wel heel leuk gisteren, maar ik zat er gewoon niet helemaal in aan het begin. Ja, ik had niet helemaal in de vibe. Maar het komt dus echt dat je niet zo goed nog weet hoe en wat. Dus ik ben in ieder geval blij dat we lekker kunnen oefenen op deze manier. Volgende keer Blues Festival en dan gaan we open. Oké, nou jongens, zo ziet de keuken er nou hier nu uit. Dus dit ga ik nu oplossen. Ondertussen zijn ze hier al bezig. Stop, ik ben benieuwd. Ideaal, want hij behangt en zij snijdt alles. Dus dat is een goede combi. Oh, maakt niet uit. Anders rolt hij weg. Mijn auto is toch lelijk. Maar zo is het schitterend mooi. Ja, prachtig. Die kleurt de kop ja. Kanten. Ja. Het behang is super mooi. Echt geweldig. En ik dacht, wordt gelachen hier. We leggen alles vast rondom het proces. Ik dacht, ik ga gewoon een bord neerzetten met wat we hebben. En we hebben al best wel wat mensen gehad die zijn gaan drinken hier. Dus super leuk. En dit wordt echt heel vet. Oh my god, lekker bezig. Yes. It's ready. Aan deze plank kan je wel zien dat mensen ervan genoten hebben. Zo leuk. Ik ben dus, ik dacht ik kan hier al de hele tijd gaan kijken hoe er behangen wordt en gaan schoonmaken. Maar ik ben dus gaan, ik heb een bord dus neergezet en ben dus open gegaan. Ik ben aan het vloggen hier, mijn camera. Sorry. En er waren mensen en die wilden een kaasplank voor 2 personen. Heb ik dat nou net gefilmd? Ik weet het niet. En ze vonden het super lekker, zeiden ze. Ze vonden het helemaal heel bijzonder en even over de prijs gehad en dat soort dingen. Nou, ja. En ze hebben drankjes gedaan, dus ik ben gewoon lekker geld aan het verdienen hier. Zo leuk. Ik ben helemaal blij. Ik heb 4 uur geslapen, maar ik word hier helemaal blij van. Het is echt onwijs leuk. Eigenlijk moeten we dat voortaan altijd doen. Gewoon als iemand van ons hier is. Vast gewoon een bord neerzetten met dit hebben we. Mensen vinden het ook heel leuk om te supporten. Lekker fooi gekregen en zo. Dus echt mega leuk. En er is weer een kaasplankje besteld voor 1 persoon. En deze heb ik echt binnen 5 minuten gemaakt. Dus het gaat steeds beter. Het is 5 uur en mensen wilden weer wat drinken. En ze hebben een kaasplankje voor 1 persoon met 2. Ik heb er iets meer op gedaan. En ze zeiden echt van wow. Toen ik het vertelde en net waren ze aan het eten. Zeggen dit is overheerlijk. En het zijn dus mensen die
dit dus helemaal niet kennen. Net als dus mensen die dit een beetje kennen, dit soort dingen. Zij helemaal niet en ze zijn helemaal aan het genieten. En ik vind het zo leuk, ook omdat we vanaf hier ons terras in de gaten kunnen houden en alles kunnen zien. Dus ik zag ook van, oh, ze hebben een servetje nodig, weet je wel. Oké, dat je zo moe bent dat je gewoon moet huilen, al ben je super blij. Kan niet meer, ik moet echt gaan. Het is 7 uur, ik was hier om 9 uur. De dag begon dus met de koelkast bijruimen, bijladen, alles vullen. Ik ga niet praten, ik ben zo moe. Ik merk gewoon, dan ga ik weg en denk ik, ja, ik wil het gewoon niet zo achterlaten, zo lelijk. Dan kan ik dus niet gaan. Denk ik, ja, dan kan ik het niet achterlaten. Dat vind ik gewoon niet kunnen. Maar als je kijkt hoe het hier eerst uitzag, is het echt gewoon een verschil, hoor. Hier heb ik geen kracht meer voor nu de afwas. Het is echt wel veel netter. De ijsblokmachine lekt, drama, liters water op de grond. Dit, dan denk je wat een zooi, maar ik heb echt heel veel opgeruimd. De wc is super mooi. De gang niet. Maar kijk hoe mooi. Dit is toch vet, jongens. Heel blij mee. Zo cool. Van Esta dus, dit behang. Heel vet, de ene wc. En heftiger. De andere vind ik ook heel erg tof. Oh, ik zie dat hij het hier niet netjes heeft afgewerkt. Dat is balen. Oei. Ik heb het niet meer gecheckt eigenlijk. Ik was echt kapot. Maar goed. Oké. Bijna 8 uur. Ik kan niet meer. Maar ik moest gewoon. Ik kan gewoon niet achterlaten met die zooi. Dan denk je nu alsnog, het is een zooi. Maar ik weet niet of jullie nog weten hoe het eerst uitzag. Dit hebben we opgehaald. Waarom? Afval. Spullen die we nog nodig hebben. Ik bedoel, kijk hoe weinig. Echt heel erg mijn best gedaan. Alle doekjes liggen te drogen. Fris is bijgevuld. Ik heb reeds stof gezogen. Is nu klaar. Dit moet nog in een vaatwasser. Maar die doet het niet goed. Dit is zo. Alles is afgewassen. Schoon. Netjes. Netjes. Dus goed bezig. Wauw, hoe mooi is dit bananenbrood. Of serieus? Ze worden wel echt steeds beter. Kijk hoe mooi. Zonder ei, hè? Helemaal vegan. Helemaal obsessief met het bananenbrood. Dus ik heb er weer een gemaakt. Ik vind het zo lekker. Het is echt perfect. Als je niet bananenbrood niet kent en niet van houdt, dan vind je het er misschien niet mooi uitzien. Maar dit is echt, hij is zo perfect en groot en fluffy en bouncy en echt zo blij mee. Vandaag komen de meubels. Ik heb die echt niet geslapen. 7:55, wordt dus 7:45 bezorgd. Ik ben zo zenuwachtig, vooral omdat toen we zeg maar het meubilair kozen, toen was het nog geen borrelbar. En toen heb ik natuurlijk een beetje doorheen gedouwd dat ik zo graag deze kleuren interieur wilde. En nu ben ik een beetje stiekem bang dat het roze is en dan is het mijn schuld. En aan de andere kant ben ik gewoon super excited, want het gaat zo mooi worden. Maar oh my god, ik ben zo zenuwachtig. Het is compleet uitgestorven hier trouwens. Zo, je ziet echt zo erg dat ik slaap tekort heb. Ik ben zo moe. Oké, ik had zondag echt geen kracht meer om stof te zuigen. Maar ik zie dat het nog best wel goor is. Dus ik ga heel snel stof zuigen terwijl die man de meubels uitlaat. Ja, ik ook. Het wel te worden. Dus het ziet er niet uit, joh. Laat maar terwijl die meubels op een vieze vloer. Dat kan echt niet. Even kijken, de bank. Aan welke kant komt die? Hier. Hier, ja, oké. Okay. Oh my god, oh my god, oh my god. Volgens mij is de kleur best wel matchy. Hij is wel best wel fel. Dit is wat minder fel, maar dat is niet erg. Oh my god, ik ben zo nerveus. Oké, tweede. Het ziet er allemaal super goed uit. Het is natuurlijk ook wel donker nu, dus misschien is het heftiger als het echt zonlicht is. Maar tot nu toe, ook de match van de koop en het behang. Kijk, het is toch niet heftig roze, het is echt oud roze. Kijk die match. Jongens, het wordt zo mooi. Het is zo vet. Oh my god. Ik ben helemaal blij. Je hebt mooie spullen bij elkaar gezocht zo. Vet, hè? Ja. Vond het heel spannend, hoor. Maanden geleden dat je dat hebt uitgekozen. Dat kan ik me voorstellen, ja. Inmiddels is er heel wat veranderd. Maar in ieder geval, hè, vals met messingkleuring en zo, dat komt natuurlijk niet vaak voor. Nee, supermooi. Ja, we hopen dat het niet de mannen te veel gaat afschrikken. Dat gaan we zien. We worden een bolbar, dus het is... Toen we de meubels bestelden was dat nog niet het idee. Nou ja, volgens mij als je een goede ingenieur hebt, wij hebben onze bouwers thuis van Grootens. En die hebben de ingenieurs voor die kosten betaald en dan heb je 7 jaar garantie voor. Okay. Een wijnvlek kan je echt afvegen. Jongens, kijk nou, het wordt zo niet normaal mooi. Ik heb niet geslapen.
niet geslapen? Ik was zo zenuwachtig. Ja? Ik was zo spannend. De tafels zijn bizar. Ik vind de tafels mooier dan ik had verwacht. Jij? Ja. Want ik was bang dat het heel glimmend nep was. Dat is het echt niet. Maar dat we alles zo zelf hebben gedaan, vind ik zo leuk. Ja, ik heb toen met Alex gemeten wat de maten zouden moeten zijn. Want nu denk je, dit ziet er raar uit hoe het nu is. Eigenlijk. Ja, als er straks een latje. Een stukje zit. Laten we even een grote lat nemen of zo dan, een brede. Ja. En daar is het ook een beetje gek. En de deur is ineens heel wit. Hier kan je makkelijk inderdaad nog poefjes bij. Ja, hier kan makkelijk. Want dit, wat ik zeg, het is of open of dicht. Het kan nog helemaal zo als je wil. Maar het kan ook zo. En lopen er mensen langs. Hi, wij zitten lekker te chillen. I love it. Dan gaan we wel even inzitten, de stoelen. Ja. Oh, dat zit super lekker. Ja, hier kan je wel werken. Sowieso. Oh my god, ik heb heel veel vlinders in mijn buik. Ja? Ja, wat lief ben ik jou. Ja. Deze mooie zaak. Oh ja, wacht, zal ik de lamp even aanzetten? Ja, mag ik nou ook die app? Ja, dan moet je dit downloaden. Wat wel is, als je hier zit en je voelt je zeg maar dik, dan zit je niet lekker. Wat ik bedoel? Als je zo... Ja, omdat het daar zo... kan je lekker je buik verbergen. Hier zie je echt zo, hi, ik zie mijn pants. Ja, zo kan je wel zitten met je tieten als je een date hebt. Dan kan oh je my zo. God. Eigenlijk hoef je ook naar gaan. Ja, wie ging er verwachten dat wij zo'n mooie zaak in Zoetermeer gaan openen? Niemand. Zo, maar dit kan echt nog veel verder hier naartoe. Dus het is veel lekkerder als je dichterbij zit. Nu kan ik eigenlijk gaan testen met of die planken passen, of ja. Het lukt. Helemaal trots. Ik kijk echt zo naar mensen van, hi, zie ons. Kijk naar ons. Ja, maar als je dat niet in het licht gaat zetten, dan zien ze ons. Ja, nee, maar niet. Maar buiten naar binnen is niet zo, dus best wel nee. Hoor. Halen we nog een koffie? Ik kan geen melk schuimen. Dat kan je wel. Ik heb zelfs een filmpje opgezocht. Die moeten we echt leren en anders ga ik een melkschuimer neerzetten. Nee, ik heb er bij gisteren gesproken omdat we die draden natuurlijk moesten doen. Ja. Ze gaat voor volgende week even kijken of we een dagje kunnen trainen. Oh, top. Het is zoiets, ja. Oké, kom. Oké, 3, 2, 1. Kijk, hierom houdt het van mijn auto. Bijna altijd past alles erin, maar zo niet, dan bind je het gewoon op de auto vast. We hebben een kast gekocht. Ik heb alles kunnen inspuiten. Ik kon geen impregneer vinden, maar ik had zelf nog deze spray liggen. Die ik een keer had gekocht voor mijn Eichels Swivel Chair Mirage. Die hele mooie witte fluffy stoel die kan draaien. Die staat in mijn kantoor. En ik had nog over, dus ik denk, nou, dan is meteen alles ingespoten. Dus het stinkt hier nu, alles is ingespoten. Mijn vriend vond het ook super mooi. Hij zegt, het is echt niet te roze, het is gewoon heel chic. En Mel en ik hebben net van alles gekocht. We hebben van die zwevende planken gekocht voor daar zo. Dan hebben we dus dit gekocht voor hier. We gingen ervan uit dat het past, dat zien we wel. Het is niet een heel stevig ding, maar als we hem goed ophangen kan er als het goed is best wel veel op. Even wat kleinere theekoppen, want de koppen waren toch best wel groot. Doekjes, een deurmat, tie rips. Deze spray om nog te kijken of we met een kwastje de kopse kant van het behang weg kunnen werken, de witte naden. En om dit te gaan spuiten. Dit had ik trouwens al een tijdje geleden gekocht. Omdat ik eigenlijk de stopcontacten zwart wilde spuiten. Maar hebben we niet gedaan. Dat was uiteindelijk ook echt totaal niet nodig. Hebben we dit net bij de bouwmarkt gehaald. Dit willen we dus. We dachten dat het behang iets dichter op de bank zou zitten. We wilden wel een wit randje overhouden. Maar we hadden een iets minder dik randje verwacht. Maar goed. We dachten dat dit dus mooi was. Als afwerking. En dan in zwart gespoten. Dus we hebben 6 van die dingen gekocht. Als het lekker hangt, dan kunnen we daar tenminste ook een beetje gaan opruimen. Want het is nu hier super mooi en daarachter echt een zooi. Heel leuk ook trouwens, die latjes met dit. Ziet er echt tof uit. Kijk eens. Kijk dan. Hey. Nice. Laten we verder. Hey. Ik bedoel, dit dacht ik, ze kunnen het al voor 2 bestellen. En ik vind het dan dus te duur. Oh ja, even testen. Ja, hij doet het. Hey. Bij de frituur moet er nog wel bij. Ik heb het naar je geappt. Nou, ik heb mezelf opgesloten vandaag en zit de hele dag weer aan de prijzen. Dan denk je, misschien ben je nou nog niet klaar. Jongens, het is zoveel werk. Ik weet niet of je het ooit hebt moeten doen. Maar het is heel erg moeilijk. Maar ik ga mijn best doen om in ieder geval de wijnkaart af te hebben. En de eetkaart qua prijzen. We moeten het echt gaan bestellen, want Elise kan morgen... En dan dinsdag pas weer. En het is 4 werkdagen. Dus dinsdag, nou, dan zei je dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Maandag is vaak een slechte dag. Dinsdag en woensdag gaan we dan al open. We hebben de openingsdatum. Ik heb dat helemaal niet verteld.
Onze openingsdatum voor vrienden en familie konden heel veel mensen niet. Dus dat hebben we verplaatst naar zaterdag 25 juni. Maar de echte openingsdatum is dus woensdag 8 juni. Dus vandaag precies over 2 weken. Super spannend. Het gaat heel snel. Dus die kaart wil ik eigenlijk morgen bestellen. Dus ik ben wel lekker bezig. Maar ik word er helemaal gek van. Maar hoe lekker als dit af is. Ik vind alles leuk tot nu toe. En dit vond ik eigenlijk ook leuk. Maar op een gegeven moment is het niet meer leuk omdat het zo lang duurt. Ik wil niet te duur zijn. Maar ik vind ook dat we wel weer wat duurder mogen zijn met bepaalde dingen. Omdat we gewoon wel uniek zijn qua concept. Maar ook gewoon heel veel geld steken in alles. Dus alles is ook wel luxe en mooi. Dus dan hoort dat er ook wel weer bij. Maar het is, zeg maar, dat hele precieze tot op de cent uitrekenen heb ik nu losgelaten. Maar het is ook niet, ik dacht, oh, je hebt gewoon een marge. En dan doe je alles keer dat. Maar zo werkt het echt niet hoor. Is niet te doen. Op bepaalde dingen zit gewoon veel meer marge. En op andere weer heel weinig marge. Wat wel leuk is dat we met Cake Let Cake, dat is een soort van onze buurvrouw van verderop. Zij heeft dus taarten. Maar zij heeft dus ook Caribische kroketjes en dat soort dingen. Dus ik heb net met haar ook overleg gehad. En we gaan haar kaasballen, Caribische kroketjes en garnalenkroketjes verkopen. Dat is dan ook weer duurder. Maar heel anders dan iets standaard uit van de macro uit de frituur, weet je wel. Dat is niet te vergelijken. Wel juist weer lekker die simpele bitterballen waar mensen van houden die lekker betaalbaar zijn. Maar ook dus deze handgemaakte dingen. En we gaan ook van haar waarschijnlijk met een cheesecakeje en een limoncello. Limoncello taart werken voor op de zoete plank. Dus wat ik al eerder zei, ik wil niet alles zelf gaan maken, want dat is niet te doen. En hoe leuk om met buren samen te werken. En dat is het brood van Merel. Echt, dat vind ik zo onwijs leuk. En ik heb dus geboden op hele mooie tafels, zwart met groen marmer voor het terras. Want we hebben nog geen terras. En het terras wat we nu hebben kan echt niet. Op BVA Auctions, al 2 dagen geleden. En de veiling is dus over 6 uurtjes afgelopen. En ik vind het zo spannend dat niemand anders heeft geboden. Maar voor hetzelfde geld gaat iemand ineens wel bieden. Dus ik heb hier zo'n timer. 4 minuten 53. Oh, de prikkertjes zijn binnen. Ik heb ze op Instagram gezet. De vlaggetjes met ons logo erop. Gisteren is het vetvrij papier binnengekomen. Maar ik ben heel lang bezig geweest met meten daarvan. En uiteindelijk heb ik toch het verkeerde besloten. Want ik heb een hele kleine gekozen. Dus daar baal ik van. Maar goed, het is 2:30 alweer. Dus ik ga als een gek weer door. Ik heb allemaal. Ik heb prijslijst brunchplank. Dip spread sides. Kidsplank. Food algemeen. Allemaal pagina's openstaan. Dus let's go. Jongens, het einde van de BVA auctions is dus begonnen. Ik krijg het dood van de zenuwen. Ik heb er nu 4 gewonnen. Iemand is dus aan het overbieden. Ik denk dat het gewoon iemand is van het bedrijf zelf. Ik heb er nu 6 gewonnen. Eentje voor 75, 75, 75, 75, 75. En eentje voor 55. En nu ben ik overboden. Wilde er 8. Oh my god, nog 2 minuten. Bij hoogste bod. Ik heb nog 2 hoogste bod. 52 seconden. €65. Ik hoop dat ik daar niet nog overboden word in de laatste seconde. Kijk, zo gaat het eraan toe. Ik vind het zo spannend, want we moeten deze stapels echt hebben. Kijk, deze heb ik gewonnen. Hier is iemand vergeten het overbieden, want dit was eigenlijk het originele bod. Oh my god. Zo spannend. Hier ben ik dus overboden. Dat vind ik te duur, ga ik niet bieden. We hebben er in ieder geval 6, dat is goed, maar we wilden het liefst 8. Deze vind ik te duur. Ik ga dit sowieso niet meer overbieden, dat wordt echt te duur. Dus ik hoop nu. Oh! Heeft iemand de overboden? Of heb ik hem gewonnen? Ik ga dood. Nu had ik hem heb gewonnen. Oh my god. Heb ik nu 7 kavels gewonnen? Nee, waar is die ene dan gebleven? Goedemorgen jongens. Zoals je kan zien ben ik heel erg moe. De laatste loodjes. Volgende week gaan we morgen open, zeg maar. Dus volgende week woensdag. Het is nu dinsdag. Aan de ene kant hebben we nog best wel veel te doen, aan de andere kant valt het ook wel mee. Alex komt vandaag de laatste dingetjes hier doen. En maandag komt iemand nog met de laatste dingetjes kitten en zo. Maar op zich moet alleen de flesrekker nog echt zijn en kunnen we verder wel starten. Maar nu komt natuurlijk ook het punt dat ik al het eten moet gaan maken. Dus bestellen, oefenen nog. Nog niet met alles is geoefend, wel in mijn hoofd en uitgerekend. En wel thuis vaak geoefend, maar niet precies zoals het nu op de kaart staat. Dus dat moet allemaal nog gebeuren. En we hebben dan vrijdag, zaterdag, zondag Blues Festival. Zaterdag ben ik er niet, want ik heb een bruiloft. Dus dat gaat Meld alleen doen met een vriend van haar. En voor die tijd moeten we nog schoonmaken. We hebben nu een koffiecursus. Pam komt eraan. Ik kan echt nog geen melk schuimen. Maar ik ben heel erg moe. En dat is wel pittig. Donderdag gaan we onze terrastafels halen, uur rijden. We hebben nog geen terrasstoelen. We moeten nog een extra vriezer. We moeten nog een
ketels, die ijzer, een oven, schoteltjes. We hebben een zonnescherm besteld. We hebben een vlag besteld, gevelbord ook niet. Nou ja, er zijn echt nog wel veel dingen. Op mijn lijst staan echt nog 20 en op die van Mel ook. Dus ja, dus komt allemaal goed. Spannend nog niet heel erg, heel veel zin in vooral. Maar wel spannend qua, oké, dips maken, boters maken, bananenbrood maken, olijven maken. Ik maak nog meer zelf. Ik ben gewoon even te moe om na te denken. Nou ja, alle planken oefenen. Kijken hoe het op de tafels past. Met glazen erbij. Wel heel veel te doen nog. Kijk, de sierlijst zit erop. Netjes, hè? Dit zit er ook op. Wat ik al laten zagen, heeft mij al gespoten of geverfd. Met magneetjes. Kunnen het ook weghalen. Hier zit dus een vetput achter. Kijken. Kijk. Kunnen we in ieder geval wel... Ik zei al van, het zoom om dit helemaal dicht te maken. Kan je heel veel kwijt. Mag alleen niet heel veel op de vetput liggen, maar ik heb wel wat kwijt. Dit hangt, kastje hier. Dit, en dit vind ik niet zo handig, omdat eigenlijk we hier beter de stofzuiger of zo kunnen zetten. Dus ik ga tegen Mel zeggen dat ik zelf vind dat we beter wijn mooi aan de muur kunnen hangen of zo. Want dat is niet lelijk en een stofzuiger wel. Verder, nog een beetje hetzelfde. Hoe warmer het wordt, hoe meer die warmte uitzetten. Dat de macchiato maakt, dan doe je eerst je melk shot. Ja. Ja, dan krijg je die lagen. Ja, je kan het even rusten, wil je het schiften en dan... Ja. Latte macchiato. Je zet je, het tuitje van het kannetje zet je eigenlijk hier tegenaan. Om het makkelijk te doen. Oké, het is Melly's beurt. Het ging best wel goed. We hebben jou het was wel leuk, want nu heb ik wel voor het eerst gezien dat het echt lukt om van dat soort zilverige, shiny... schijm te krijgen. Dus het komt wel goed. Maar Mel die heeft het dus vroeger op een andere manier geleerd. Ik heb nog nooit melkschuim, behalve automatisch. En Mel heeft dus vroeger een hele andere techniek geleerd. Dus die moet zij eerst afleren. Dus dat wordt het lastiger. Maar het gaat sowieso lukken. Ja, ja. Nu hoor ik hem heel goed. Harder Mel. Harder. Hé, hey, hij is mooi aan het glanzen. En nu is hij klaar. Nice. Okay. Ik ben dus op afstand in het midden. Harder schenken. En nu ga je proberen je koffie aan te raken. Hé, nice. Yes. Woehoe. Zo, mooi schuim hè? Ja. Kapot mooi. Echt perfect glanzend. Waar was je jaren geleden dan? Ja. Maar wat grappig ben, dat mensen het dus verkeerd aan... Of nou ja, verkeerd. Ik heb een heel klein beetje van alle trainingen... Die ik zelf heb gehad, gewoon gedacht, oké, wat is makkelijk, want ik heb maar anderhalf uur. Ja, zelf. Nee, heel eerlijk. In het begin hadden mensen er best wel moeite voor. Want je moet melk eigenlijk gelijk op het oppervlakte laten schuiven. Zo. Maar daar gaat het altijd. Ja, wat, altijd. Maar wat een verschil. Ja. Oh, sorry, ik heb verpest. Okay. Nu al? Oh nee, was net niet goed. Mijn eerste kont. Hier was het melk net te bloppig. Dat ging het niet helemaal, maar was nog best oké. En Mel de eerste hartje. Dat het gaat echt goed. Ik had zoveel angst hiervoor en het gaat eigenlijk echt oké. Weer wat stress minder, jongens. Ik heb echt zoveel stress gehad hierover. Maar het valt dus echt mee. En we kunnen nog heel veel oefenen. Ik ga nu een schijf eten halen, maar even proberen een pitaya latte en een matcha latte te maken. Een beetje heet water. Papje maken. Ik heb dus ook zo'n matcha klopper besteld om die klontjes eruit te krijgen. Want het poeder klontert heel snel, ook die pitaya. Deze gaat nog niet helemaal goed. Nope, wacht even op hem. Alleen, wat wil je weten? Wat een race tegen de klok. 8 minuten te laat, maar ik had de prijs nog niet af. En Mel is nu nog bezig met de likeuren. Het is echt zo, er gaat zoveel tijd in zitten. We gaan nu de kaart afmaken namelijk. Spannend. Gaan we weer. Lekker veel inkoop weer gedaan. Ik heb vandaag de hele dag thuis lopen werken en toen ben ik dus eventjes inkopen gaan doen. Voor een wijn die heel lekker is, de Terralina. Toen heb ik nog allemaal andere chille dingen gevonden.
En ik wilde dus heel graag de Oma Bob's vegan bitterballen op de kaart. Die werd super vaak getipt. Alleen het is heel moeilijk om zomaar te krijgen. Dus niet op de kaart gezet. En die spotte ik nu hier, dus ik heb hem wel gekocht. Dus hij staat dan niet op onze eerste kaart. Maar als er iemand vegan is, zullen we gewoon zeggen van... Hé, we hebben ook de Oma Bob's bitterballen. Allemaal vegan, echt leuk. En ook deze vegan. Deze. Ja, nu komt het punt dat je alles echt kan gaan kopen. Eerst was het zo van, nou ja, is nog geen prio. Maar we gaan... Over een week zijn we al open. Dus best wel dingetjes gekocht. En ja, het wordt steeds echter echt leuk. Als we al dat uitzoeken waar je alles moet kopen, is het wel leuk om het dan ook echt te kunnen kopen. Oh, krijgen we nu weer de mooie onderkinbeelden. Nee, jij hebt geen onderkin meer. Okay, je gaat nu zien dat die van jou weg is. Ik zie jou, het is een spook. Ja, dat is gewoon wat voor foto. Nee. Oh. Dit is een chance. Hi. Ja, ik heb, willen jullie ook in de vlog? Ja, wil je reclame maken? Doe maar. 45.000. Doei. Oh my god. Hoe zag hij dat? Weet ik niet. Geen idee. Oké, zie ik wel. Nou, de aanhanger is gefixt. We zijn een uurtje te laat. En kan je het aan dat je niet rijdt? Nee. Wil je graag rijden? Ja. Heb je pech? Je mag altijd terug weg, okay? Nee, dan liever nu. Echt? Jij mag rijden met volle bak. Oké, okay. Nee, maar ik heb zin om te rijden. Oké, okay, nou nee, dan. Nu mag jij een keer lekker ernaast zitten. Nee. Maar kan dat niet? Nee, ik kan dat niet. Moet je echt rijden? Ja. Nee, ga, kom. Anders gaan we het niet voor elf uur in de Dorpsstraat. Ja. Oh, hè? Go. Snappen jullie haar? Ik niet. Oh, dan komt hij weer. Oh my god, hij wil nu gepromoot worden. Nee, hij wil nu je nummer. Nee, jouw nummer. Oude chancer. Oh ja. Charlotte? De views gaan niet zo lekker hoor, maar dankzij jou worden de views vast weer beter. Ja, oké. Charlotte. B. D. B. Van B-B? Billen. B. Oh, B. L. L. Ja, daar. Die? Ja. Nou, ik ga jou volgen, ga ik mezelf terug. Lekker. Waarschijnlijk duurt het nog een maand hoor. Waarom krijg ik het adres niet? Hij doet het niet. Ja? Ik moet even die reken vasthouden. Dus trek ik hem mee. Ja. Als jij even die onderkant daar, voorkant, auw, vasthoudt. Welke? Die deken. Ja, deze zit vast. Nee, die moet je even vasthouden. Deze? Ja, dan blijft ze nou onderuit zeker. Kijk dan, hoe mooi. Eigenlijk moet je hier omheen. Ready. We zijn alleen te laat om de Dorpsstraat in te komen, dus ja. Het wordt tillen. Het is al bijna even. Echt? Nou, let's go. Wat een dag, jongens. 7 uur begon de dag. Het is 2:30. En we gaan nu winkels af, we gaan nu splitten om stoelen te halen, zodat we 12 terrasstoelen hebben en dan nog 12 oude, want meer dan 12 is nu niet te krijgen. Dan hebben we 12 nieuwe mooie stoelen en 12 oude lelijke stoelen. En wel goede tafels. Dus Mel gaat nu ergens heen rijden om er 4 te halen, ik ga ergens rijden om er 6 te halen. We hebben er net samen 2 gehaald, we hebben een vriezer erbij gehaald. We gaan straks de cool vriescombi uit mijn huis nog ophalen. En over 1,5 uur moeten we klaarzetten voor Elise. Maar dan hebben we wel echt super veel dingen afgevinkt. Dus dat is wel oké. Oké, pittige dag. Ik had helemaal gebeld naar winkels voor die stoelen. Oh, ik zie er ook echt niet. Ik ben echt nu kapot. En die zouden apart gezet worden. En toen kwam Mel daar. En toen zeiden ze dat iemand het net had opgehaald. Dat is een leugen is. Dat kan niet. Dat niemand kan weten dat wij dat gereserveerd hebben. Dus nu is hij echt voor niks er helemaal heen gereden. Ik heb wel mijn stoelen. Sorry, ik ben echt... heel moe. Ik zat tot 2 uur 's nachts de inkoop te doen en zo. Het is echt heel druk. Leuk, maar echt te druk even nu. Dus ik heb nu 10 stoelen. Grote koelkast net met de buurman getild. We hebben een kleine vriezer. Mel komt er zo aan. Ik ga vast even beginnen met de stoelen tillen. Hallo, wij zijn druk bezig met de allerlaatste dingen. In principe zouden we woensdag open gaan. We weten nog niet zeker of we het gaan doen. Het is ook echt heel slecht weer. Dus het zou wel... zeg maar... je moet het echt van het goede weer hebben als je nieuw bent. Want dan krijg je de aanloop op het terras. Oh, wat leuk, wat is dit? Dus mensen zullen niet snel binnen gaan zitten, weet je wel, als ze ons nog niet kennen. Dus en aangezien we nog best wel veel te doen hebben, zijn we even aan het kijken.
Maar Mel was druk bezig met de cocktailkaart en de laatste klusdingen. En ik ben nu druk bezig met de allerlaatste inkoopdingen. Dus ik ga vandaag een rondje inkoop doen bij winkels die niet de groothandel zijn en die niet al geleverd zijn. We hebben echt al 15 leveringen gehad of zo van verschillende leveranciers. En nu ga ik dus een rondje Zoetermeer langs alle winkels waar ik alle andere producten vandaan ga halen. En ja, we moeten nog op zoek naar Weirijk. Dus lekker bezig. Ik heb heel weinig gevlogd de afgelopen tijd. Dat komt omdat het zo chaotisch is dat ik echt niet weet wat ik zou moeten vloggen. We zouden vandaag open gaan. We gaan vrijdag open vandaag. En morgen zijn de laatste dagen. Morgen moet ik de hele dag in de keuken gaan staan. Onze barkoeling is ermee opgehouden gisteren. Hebben we een nieuwe moeten kopen wat dan met btw weer gewoon 1000 euro is. Ons geld is op, letterlijk. We hebben nog 200 euro, om even heel open en eerlijk te zijn. Echt bizar, want we hebben heel wat geld geïnvesteerd in de zaak. Het gaat zo hard. Tuurlijk hadden we ook andere keuzes kunnen maken, maar het is allemaal al gebeurd. Vriezer besteld, die kwam aan, die lekte en die had schade. Dus bij de kringloop een vriezer moeten halen, die is net bezorgd. Super chill. In de opslag. Nou ja, koeling had ik met de nicht van Mel ingeruimd. Helemaal netjes, hield ermee op, moest alles weer opnieuw inruimen. Mel is de hele tijd bezig met van alles. Ik was nog best wel lang bezig met de kaarten. Die kwamen niet binnen en er moesten nog dingen gewijzigd worden. En nu voor 11:30 moet het nog besteld worden. Dus Elise zit nog wat te wijzigen voor me. De wijnkaart, de cocktailkaart zelf moeten maken. Dus Mel heeft de cocktailkaart bedacht. Ik heb de opmaak gemaakt. Ik heb van de wijnkaart de opmaak gemaakt. Allemaal laten drukken. Gisteren ben ik naar de drukker gegaan. Ik had mijn camera niet bij me. Ik was zo blij toen ik het ophaalde. Want maanden werk eindelijk in handen hebben. Maar ik kom erachter dat een prijs niet klopte. Dus nu zit ik in dubio. Oké, voor 62 euro. We hebben het niet meer voor de zaak. Dus ga ik voor mijn eigen geld nu opnieuw de kaart laten drukken. Omdat er een prijsfout in zit. Want er staat 2,95 in plaats van 5,50. En dat is best wel een groot verschil. En anders moet je het aan iedereen gaan vertellen. Dat de prijs niet klopt. Nou, dus dit soort dingen allemaal. Ik ben nu in de opslag. En ik ga even het een beetje hier ordenen. Er is een Weirijk bezorgd. Er is drank bezorgd. Het is allemaal gemist. Vegan kaas worden bezorgd. En dan... kan ik ook weer niet aannemen. Chaos. De opslag is ook één grote chaos. Niet normaal. Maar goed. We hebben dus wel mooi een... Ik heb me even plankjes ondergezet. Grote vriezer. En dat is heel chill. Want dan kan je gewoon veel in één keer inkopen. Dan hoef je niet steeds naar de groothandel en zo. Dus dat is super fijn. Even voor idee. Dit is onze opslag. Het is echt verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. Niet normaal. Word je helemaal gek. Maar ja. Nu geen prioriteit om dit te gaan ordenen. Het is je moe meid. Ik zou de hele dag gaan koken, maar ik kon niet keren hier. Dus ik heb eerst ruimte moeten maken, alles moeten ordenen. Zo kwamen de mannen klussen. Dus dan kan ik waarschijnlijk niet koken. Ik moet even kijken, anders moet het nog laat in de avond of morgenochtend. Morgen gaan we open, maar ik kon echt niks. Dus het moest opruimen. Dus de koelingen zijn nu goed gewoon ingedeeld. En ik kan een beetje bewegen nu hier. Ja, lastig. Het rek is kapot mooi. Wat Alex en Bart hebben gemaakt. En Mel heeft ook geholpen. Kijk. Het is echt heel vet. We gaan er straks mee verder. Hier komt nog een wijnrek. Er worden nog plankjes opgehangen. En ik ga nu de menukaart halen. De goeie. Kijk, even jongens. Alex heeft de buis bedekt tot hier. Wijnrekje aan het opvangen. En... eindelijk kan ik het gaan indelen. Als het goed is, gaat het denk ik echt perfect gewoon helemaal vol staan met drank. Wauw, hoe cool. Alright, ik merk dat ik gewoon eventjes te vol in mijn hoofd zit om te vloggen de afgelopen weken. Maar ja, druk bezig. Het is nu bijna 1:15. Ik ga nu naar huis. Ik heb dan nog een kar naar de opslag. Mel zegt ik ga om 6:00 opstaan. Ik ga het echt niet doen hoor. Ik ben expres nog even tot laat doorgegaan. Zodat we morgen niet in zo'n zooi aankomen. Lex is nog heel hard komen werken. Paul heeft nog wat gedaan. En Bart is net nog geweest. En van alles gedaan, maar nog niks gekookt. Het enige wat gemaakt is zijn de chocolate spoons. En verder niks. Wel heel veel dingen zijn netjes. Het rek is af. Nou ja, jullie zien het morgen. Ik moet echt gaan slapen. Eigenlijk heb ik echt een nacht van 12 uur nodig. Maar dat gaat hem niet worden. We wilden om 1 uur open. Ik weet niet of dat het ook echt gaat worden. We moeten even kijken wat wijsheid is. Misschien moeten we pas in de avond open gaan of zo. I don't know. Maar goed. Maar even overleggen met Mel wat zij ervan vindt. En oké, doei. Over het algemeen gezien vind ik dat je goede producten gebruikt. Het is echt allemaal verrassend lekker. Lekker. En we zijn lekker druk bezig. Allemaal vers gemaakt. Alright. Pink fizz en een moncherie.